Dick Schreuder, we zijn vers begonnen in 2018. Ja. Heb je nog goede voornemens? Goede voornemens? Nou, nee, nee, eigenlijk niet. Ik ga gewoon door zoals ik bezig was. Heb je nog sportieve voornemens? Nou ja, eigenlijk ook daarin niet. We gaan gewoon proberen door te gaan waar we mee bezig zijn. En daar hebben we ook met de groep over gesproken. Uiteraard zal dat best moeilijk en lastig worden, omdat we natuurlijk een heel goed half jaar achter de rug hebben. Maar daar zullen we zo goed mogelijk mee om moeten gaan. Rob Sijan zei een aantal weken geleden tegen mij, Kazakken Boys is altijd een hele vervelende ploeg om tegen te voetballen. Ja, het is gewoon een hele sterke ploeg die weet wat ze zelf kunnen, maar ook heel goed de zwaktes van de tegenstander kunnen blootleggen. Nou ja, goed, daar zullen wij ook op moeten anticiperen. En wij gaan natuurlijk ook wel vanuit onszelf uit. Dus het zal een interessante ontmoeting worden weer. Sterker nog, ik las deze week uitspraken van Danny Buijs, trainer van Kazakken Boys. Je kan het de bluff noemen. Hij zei, ja, deze week misschien wordt wel het kampioenschap beslist. Nee, dat is helemaal niet zo. Na deze wedstrijd zitten we precies op de helft. En wij kunnen net zoveel punten als hun halen en hun als ons na de winst stoppen. En dan sta je gelijk, bij wijze van spreken. Bij elkaar in de buurt als het net iets anders is. Ik geloof er helemaal niet in. Ik geloof er niet in. Beetje koude oorlog? Oh nee, dat weet ik niet. Kijk, ik begrijp wel de onderbouwing die hij daarna eronder gaf. Die begrijp ik heel goed. Omdat je dan misschien meer risico's moet gaan nemen of wat dan ook. Maar goed, dat is... Hij kijkt naar zijn ploeg natuurlijk en ik kijk naar mijn ploeg. Ik zit daar wat anders in. Ik kijk van week tot week, blijf realistisch. Ik ga niet mee in de malaise en Polonaise of wat dan ook. Van dat het heel goed gaat of slecht gaat. Kijk van week tot week, al zouden we nu 3 keer verliezen, kan het nog zijn dat we bovenaan staan. En dan hebben we nog steeds een uitstekend seizoen. Dus ik blijf daarin heel realistisch. Je hebt als goed is begreep ik, Dick, de afgelopen weken niet de warmte opgezocht. Van de trainingskampen bijvoorbeeld, zoals andere ploegen gedaan hebben. Nee, goed. Dit jaar was ook besproken dat we in Nederland zouden blijven. Ik denk dat we achteraf een hele goede keuze hebben gehad met het weer. Met de manier hoe we met elkaar hebben getraind. Wat we daar als team hebben gedaan. Met de begeleidingsstaf en echt het team samen. Nou, dat is gewoon goed geweest. En het was kort, maar krachtig. Hoe kijk jij als voetballiefhebber, als voetbaltrainer naar de ontwikkeling in Groesbeek? Nou goed, ik heb wel weer het een en ander gehoord, maar het blijft een lastig verhaal. Als een club failliet gaat, dan weet je dat ze uit de competitie genomen kunnen worden. Uiteindelijk, dus daar hebben we het mee te doen. Kijk naar jouw selectie vanavond op de training. Ik zie heel veel jongens lopen. Ik kan zo inschatten dat je een behoorlijk fit selectie hebt voor zaterdag. Ja, als het goed is, is iedereen erbij, behalve Paul de Lange. Vanavond voor het eerst redelijk meegedaan. De rest is ook beschikbaar, dus dat is alleen maar een goed teken. En dat is ook wat je wil. Hè. Dat wilden we ook graag na de winststop. Dat was echt ook een wens van ons vanuit de staf naar de spelers die geblesseerd waren. Om te zorgen dat we weer compleet zouden kunnen beginnen aan een lang traject tot de zomer toe. Heeft het ook iets met wedstrijden na de winststop? Zeg je van, nou goed, we gaan wel zien hoe de eerste 3-4 wedstrijden doorkomen. Nee, goed. Vorig jaar hebben we een aantal wedstrijden verloren. De jaren daarvoor was het gewoon goed na de winststop, dus het zegt ook niks. Het gaat er gewoon om hoe wij er met elkaar mee omgaan en we proberen natuurlijk een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Is de winterstop voor Dick Schreuder lang genoeg geweest? Voor mij lang genoeg. Nou, ik heb het niet zo met winterstop, want ik vind het sowieso al niet echt top weer. Maar het is altijd lekker om even bij te komen, dat wel. Maar ik vind het prima zo weer, lekker weer aan de gang.